lichtwerk gemaakt in het Stedelijk Museum. En ik kan daar eigenlijk drie dingen over vertellen. Het object zelf gaat eigenlijk over het verstrijken van de tijd. Dus ga ik je afgevraagd om een bepaalde inderdaad. Dat is 23,4 graden. Dat is de hoek die de aarde maakt ten opzichte van de zon. Dat is iets wat we nooit kunnen zien. Tijd beleven wij eigenlijk pas haast. En het tweede wat ik aan tijd relateer is, je ziet dat daar licht rondom draait. En dat wordt eigenlijk één keer in de 24 uur rondgegaan. Wat ik gedaan heb, is dit project hangt hier 5 weken, dus ik heb een jaar gecombineerd in 5 weken. Daarom draait hij heel snel. Alhoewel is ook handig, dan zie je natuurlijk beter wat aan de hand. Dat is lastig te blijven. En tweede, deze installatie komt uit een heel groot project. In totaal 13 installaties, waarvan dit er eentje is. Dit gaat in 2019 toeren in Japan. En daarna op verschillende locaties. En laten we ook zien als er iets af is. We zijn vanaf 2010 gaan bouwen. En we zijn in aanraking gekomen met het Nationaal Museum Marseille, die dit gebruikt voor een voorstelling, Exclusivisme. Morgen wordt er een heel klein stukje uitgevoerd op de trappen. We zijn heel benieuwd, want het is nog een trap uitgevoerd.